Vandaag is het een prachtige, zonnig, warm, veel te warm lentedag. En wij gaan met de leerlingen van de Nova College weer kennis maken met de boomgaardbedden, ten eerste. We gaan kijken wat nu leeft en wat niet leeft. We gaan kijken naar de verschillen van hoe wij het verlaten hebben in de winter. Daarna gaan we planten. Dat is leuk. We gaan allerlei aliaatje, knoflook, bieslook en een heleboel sieruien ook nog. Rondom de fruitboom of de bes, rondom ga je een beetje dat stro weghalen. Ja. Kijk je ondertussen hoe het eruit ziet. Dan zie je ook dat die phacelia het begint en dan steek je hem daarin zo. Oh. En dan... artisjokken wortels in goede staat tegen te komen. Die gaan we verdelen. Ik hoop ten zeerst veel echinacea, gezonde echinacea te vinden. Duimen, want het heeft goed gevroren. En die willen we ook verdelen en dan verpotten. Het laatste ding wat we gaan doen, als het allemaal lukt, want je weet nooit hoe snel of hoe langzaam het gaat, gaan we een kwekerij opzetten, en zeg maar zijbedden opzetten in kratten. Gewoon voor alle planten die we later gaan uitzetten, maar dan hebben we alvast planten. Ja, je moet aan de slag.